Welkom bij aflevering 2 van Hanichee in de Jupiler League. Ja, het is niet anders. We doen het er maar mee. Lekker. Die twee doelpunten van die Jordan, die tandenbeursel van ons. Had hij wel verdiend. Wat was hij blij, zeg. En ook nog de man of the match. Wat zal vader Henkie Larsson trots op hem zien. Die had nog bij Feyenoord gespeeld. Stond er in de krant. Larsson naar Feyenoord. Ik schrok me kapot. Ik denk, die zien we kwijt. Dat was schijnbaar zijn broer, Sam Larsson van Heerenveen. Lekker fris en aanvallend voetbal gezien. Waar ik genoten. Met de reserves van ons kun je een heel schaduw elftal opstellen. Kwaliteit genoeg met die jongens. Mooi voor Joshima Smits, keeper nummer 1 uit Middelaar, om in de basis te staan. Joris Delle had nou nummer 28 en hij is 27 jaar, dat klopt niet. We hebben nou zoveel sponsors dat de naam van de speler niet meer op de shirt kan. Dat is goed werk. Favoriete speler, natuurlijk Larsson met zijn twee doelpunten. Hè? En van de Pavel, die was ook lekker, een ouderwetse. Ik vond nou het groene veld ook goed spelen, zei. Assist en een doelpunt, met een gehaktballetje achter het standbeen. Naar de Vatkampstraat in Defanto in de Adelaarsnest. Go Ahead Eagles met 4-3 verloren van MVV. We zullen wel revanche willen nemen, die lui. Deventer is Koekstad. We geven ze een peperkoekje van eigen deeg. Scheidsrechter, dat weten we nog niet. Maar hij had mijn nummer, maar hij zou bellen, die muts. Voorspelling, we winnen er, want volgens trainer Flemings hebben ze geen al de beste verdediging. En wij hebben een geweldige voorhoede. We gaan ze verrassen, want de hele Holland bakt. En wij maken er peperkoek van in Deventer. Onze clubkleuren rood, groene veld en zwart.